Misschien ken je hem nog wel, de DIN 1897. En in deze video gaan we in het kort even nog vertellen waarom de DIN 1897 zo belangrijk is. De DIN 1897 is onze plaatbor. En je kan dan misschien wel denken, waarom heb je een plaatbor nodig? Want elke bor kan toch door een plaat? En in principe kan dat. Maar deze is optimaal geschikt voor plaatmateriaal. Je ziet ook meteen aan de bor zelf dat het een hele korte bor is, waardoor je veel makkelijker kan centreren op je plaatmateriaal. Want je kan je al voorstellen, als de bor wat korter is, dan kan je meer kracht uitoefenen zonder dat je boormachine misschien slipt of dat je scheef gaat. En omdat de plaat natuurlijk altijd heel erg dun is, heb je ook niet zoveel lengte nodig. Maar heb je bijvoorbeeld twee dunne platen met isolatiematerialen tussen, oftewel een sandwichpaneel, dan hebben wij ook een plaatbor met schacht. En deze heeft een massieve schacht, waardoor die heel erg sterk is, waardoor jij gemakkelijk door een sandwichpaneel kan zonder dat je scheef gaat met boren. Ook is de DIN 1897 een hele goede bor voor het voorboren van blindklinknagels of de Borg Nuts. En hij is natuurlijk bedoeld voor elk soort plaatmateriaal van staal, aluminium, koper, houtplaatmateriaal natuurlijk ook. En waarom het ook nog een voordeel is, waarom die zo kort is, is stel je voor je hebt een plaat en je hebt daarachter iets heel belangrijks wat je niet mag raken, waar je niet doorheen wilt schieten, dan is een hele korte bor natuurlijk ook super handig, zodat je er niet doorheen schiet, want hij kan simpelweg niet verder, omdat hij zo klein is. Op de verpakking staat natuurlijk wat informatie. Er staat hoeveel erin zitten in een doosje en wat de lengte en diameter is van de bor in het doosje. Ben jij geïnteresseerd in onze DIN 1897? Klik dan de link hieronder om naar onze website te gaan.